Een kwartier lang brengt Transveld Radio u samen met Aad van der Zande de pastorale cursus Hulp voor helpers. Luisteraar, in deze uitzending gaan we beginnen met een nieuw onderwerp. Ik zeg u van tevoren. Dat dat niet eenvoudig is. Ik heb in de live cursus die we hebben gegeven in Nederland aan meer dan 3000 mensen deze lessen altijd behandeld aan de hand van een schema. Dat wil zeggen aan de hand van vier schema's. Maar u begrijpt, dat is niet mogelijk in een radiocursus. Toch is deze. Les dit onderwerp zo belangrijk dat ik het er toch maar op waag om het in deze uitzendingen te gaan behandelen met u. Weet u, er is wel een boekje verschenen wat u ook kunt bestellen over geest, ziel en lichaam. Ik wil beginnen om met u te lezen een tekst uit de Bijbel. U vindt die in 1 Thessalonicense 5, vers 23 en 24. Daar staan die hele bekende woorden. En hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam, mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken. In alle delen onberispelijk bewaard te zijn, die u roept is getrouw, hij zal het ook doen. Een ongelovig mens bestaat net zo als een gelovig mens uit drie delen: namelijk een geest, een ziel en een lichaam. Er is alleen een groot verschil of een mens gelovig is of niet gelovig is. En dat grote verschil is eenvoudig uit te leggen dat een gelovig mens een geest heeft die goed functioneert, terwijl een ongelovig mens wel een geest heeft, maar volgens de Bijbel dood is. En als iemands geest dood is, dan functioneert dat natuurlijk ook niet. U hoort het dus goed, en we hebben dat ook gelezen, een mens bestaat uit drie delen: geest, ziel en lichaam. In de praktijk, in de gesprekken met mensen, stuit je dan al onmiddellijk op een probleem omdat in de medische wereld, maar ook in de psychologische wereld en de hele maatschappij denkt vandaag zo, dat de mens bestaat uit twee delen. En er is altijd alleen maar sprake van de psyche, de ziel en het lichaam van de mens. Maar we lazen net dat de God des vredes. Ons heiligt geheel en al, en heel nadrukkelijk lezen we dan dat Hij onze geest, onze ziel en ons lichaam heiligt. In Hebreeën, hoofdstuk 4, vers 12 en 13, wordt ook gesproken over de drievoudige mens. En daar staat een hele bijzondere uitspraak. Daar staat dat het woord van God levend is, krachtig is en scherp is als een twee snijdend zwaard. En dat zwaard is zo scherp dat het uit één scheidt, losmaakt de ziel van de geest. Dat betekent dat door het woord van God er een scheiding plaatsvindt tussen de ziel en de geest. Nu waar ik u op wil wijzen dat is dat dit nooit geleerd wordt in die medische en psychologische wereld en dat je daardoor het zo moeilijk kunt uitleggen aan mensen ook in de wetenschap. Want elke pastorale werken mag en moet ervan uitgaan dat de mens drieledig is. Om dat duidelijk uit te leggen kunnen we zeggen dat de geest van de mens de zetel is van zijn geestelijke leven. En met je geestelijke leven kan je communiceren met God, met onze schepper. Onze ziel of onze psyche is de zetel van het natuurlijke leven. En daarmee communiceren gelovigen en ongelovigen met het gewone natuurlijke leven van elke dag. Dat gaat bijvoorbeeld door het zien van de dingen. En wat is er veel te zien? En als je dat ziet, ga je overleggen of je dat gelooft of niet gelooft. Dat gebeurt ook in het natuurlijke gehoor wat we hebben gekregen. We horen dingen en we kunnen ook dat overleggen of we daarvoor kiezen of niet voor kiezen. We kunnen ook als natuurlijke mens dingen voelen met onze handen. We kunnen dingen voelen. Tasten. We kunnen onszelf in beweging brengen door een prikkel uit de hersenen naar ons lichaam. En alles wat onze psyche, ons natuurlijke leven ontvangt, dat kunnen we omzetten in ons lichaam. En dat lichaam brengt dan hetgeen ik gezien heb, wat ik gehoord heb in de praktijk. Nu in het eerste deel van het onderwerp geest, ziel en lichaam willen we kijken naar een ongelovig mens die tegelijkertijd ook heel ongelukkig is. Ik zeg het nog een keer, omdat deze onderwerpen niet gemakkelijk zijn: dat een ongelovig mens wel een geest heeft. Maar die geest is dood omdat hij zondigt tegenover God. En we weten allemaal, volgens Jesaja 59, dat onze zonden scheiding brengen tussen God en ons. Met andere woorden, er is iets wat tussen God en de mens instaat, namelijk onze zonden. Zonde, daar kan God geen deel aan hebben. Dat betekent dus dat wij dood zijn in de zonde. Nog duidelijker gezegd, onze geest is dood en functioneert niet. Dat betekent dus dat een ongelovig mens nooit een geestelijk leven kan leiden. Hij kan niet met God in contact komen. Dat kan alleen maar, en daar kom ik later op terug, als het woord van God zijn ziel gaat scheiden van de geest. Want dat betekent dat hij dan een keuze kan maken voor de Heere Jezus. Nu, er is een periode geweest, zegt de apostel Paulus. In Efeze hoofdstuk 2: dat wij vroeger waren evenzo als de kinderen des torens. Dat betekent dat er een periode was dat wij als ongelovige mensen in deze wereld leefden en dat er geen geestelijk leven bestond. Dat betekent dus dat de gemeenschap met God is komen te vervallen door de zondeval in het paradijs. En u weet, in het paradijs daar wandelde God in de Hof van Ede en hij had gemeenschap met Adam en Eva, daar was een volkomen eenheid. Maar toen de zondeval kwam, kwam daar scheiding tussen God en, en de mens. Als we in deze uitzending dus spreken over de ongelovige mens, dan leeft die mens met een dode geest, maar met een levende ziel en met een levend lichaam. Hij is dus een tweedelig mens als het gaat om het functioneren. Van zijn leven. Hij heeft geen geestelijk leven, maar natuurlijk wel een natuurlijk leven. En nu komt er een hele belangrijke vraag: kan een ongelovig mens gelukkig zijn of is hij altijd ongelukkig? Het antwoord is niet zo moeilijk. Iemand die ongelovig is, maar die kiest voor verkeerde dingen, dingen die hij ziet, dingen die hij hoort, dingen die hij denkt of voelt, als die kiest voor het verkeerde, dan wordt hij daardoor een ongelukkig mens. Het geloof is door het horen van het woord van God. Maar als iemand zegt: Daar wil ik niks mee te maken hebben. Ik wil alleen maar gaan leven overeenkomstig mijn eigen keuze. Het probleem, lieve mensen, is dat de meeste ongelovige mensen ook ongelukkige mensen zijn. En hoe komt dat nu? Dat komt, en ik hoop dat u dat niet te moeilijk vindt. Dat komt omdat de mens dan kiest voor de dingen die hij alleen maar voelt. Met andere woorden, hij wordt door zijn gevoelsleven geleid. De ziel van elk mens bestaat uit drie delen. Je hebt als je ongelovig of gelovig bent. Allemaal een wil. Je hebt een verstand. en je hebt gevoel gekregen. Maar de grote vraag is. waar laat ik mij nu door leiden? Laat ik mij nu leiden door mijn gevoelens? Dan bepalen dus mijn gevoelens. mijn levensomstandigheden. Dat betekent dus. Dat inderdaad iemand die kiest voor zijn gevoelens en daardoor zijn hele leven laat vormen, dat hij er elke keer weer achter moet komen. Gevoel is iets wat bedriegt. De ene dag gaat het goed met me en de andere dag gaat het niet goed met me. De ene keer zeg je, ik, ik voel me blij en even later voel je je weer diep ongelukkig. U ziet en u hoort dus dat iemand ongelukkig wordt wanneer hij alleen maar zijn gevoelens op de eerste plaats zet. In de volgende uitzending ga ik er dieper op in. Dat een ongelovig iemand ook gelukkig kan zijn. Tot de volgende uitzending, luisteraar.